Toen ik me aanmeldde voor The Voice, deed ik het eigenlijk gewoon echt puur voor de ervaring sowieso. En ik wilde eigenlijk zo min mogelijk opvallen. Toen escaleerde dat een beetje. En toen heb ik gewonnen. Ik werd echt een half uur voor mijn wekker wakker. En toen dacht ik ook gewoon meteen van, oh my god. Maar het is ook gewoon de laatste dag. Dat vind ik ook zo raar. Want het is gewoon een half jaar echt mijn leven geweest. En nu is het gewoon een soort van, ja, alsof er iemand gaat overlijden of zo. Kunnen jullie nu voorstellen dat het een van jullie gewoon de winnaar is? Nee. Nou, in eerste instantie denk ik jij of Emma. Maar omdat Stef kan ook uit een hele onverwachte hoek komen. Ik vind het spannend, maar ik weet het niet. Laatste keer binnenkomen. Ik voel zo zenuwachtig. Maar dat is zo'n zenuwachtig, want ik heb die altijd echt zo bij mijn hart. En in mijn hand komen. I love it. It's a look. Zie je hem al zo? Starry, star. Wat zit er hier op? Dat is zo snel. Ja, welkom. Repetitie ging kut. Nou, ik vergat niet mijn tekst, maar ik ging gewoon ineens een soort van. Ik wist gewoon geen woorden meer en toen ging het fout en toen. Oh, kut. En Emma heeft zo'n mooie billen en dan zag ik het zo naar elkaar en toen dacht ik echt, ja, hoezo? Waar je naïeve draaiing? Ja, echt. Ik heb er gewoon geen goed gevoel over. Nee, wat is het? Een uur voor zo? Een half uur voor zo? Maar ik heb er ook wel echt tering veel zin in nu. Ja, dat. Ja. Ik dacht eigenlijk dat Emma ging winnen en toen ging Stef ineens door en toen was mijn hele voice realiteit even niet meer, klopte gewoon even niet meer, dus ik was wel even een beetje van mijn padje af. Het feit dat zij die titel verdient, dat doet ze met Alaska. Hier is Sophia. The Voice of Holland 2020 is gewonnen door Sophia! The Voice of Holland. Ik kan het nog steeds niet zeggen hoor. You're the winner. Jij bent de winnaar. Zeg eens, ik ben de winnaar. The Voice? Nee, dat kan ik niet. Ik werd wakker en ik zag die trofee staan. Dat is echt zo onwerkelijk. Ik was zo blij. En het grappige is eigenlijk dat je daarna gewoon weer in je eigen bed ligt. Ontbijt met je ouders en alles eigenlijk gewoon weer hetzelfde is. Het was echt een onvergetelijke tijd. Ik heb zoveel fijne mensen leren kennen en zoveel geleerd. En dat ik nu heb gewonnen, dat
ja, had ik echt nooit durven dromen. Beschrijven wat er nu door je heen gaat. Nee. Nou, dank jullie wel. Ja.